somatte gelijke nachtvlinder. Gele generaties in Abdol, ik wat padvinders. Ze zijn beschaamd gelijk vastbinder. Vroeger rijd dat ook, inderdaad, moet er boren er een pak minder. Het systeem is niet geworden, maar corrupt gemaakt. Er is niks in de maatschappij dat de mensen echt gelukkig maakt. Want dat is ook de bedoeling. Natuurlijk ziet er gekrapt en miserabel. Zit alleen meer spel voor je prullenbak. Het is economisch rendabel dat je aftakelt. Je vindt geen echt geluk en je bluft is maar verzameld. Dus je ziet de grootste dit oncomfortabel. En hij niet gelukkig ziet een draait de kassa formidabel. Dus hoe meer stress, hoe meer slechte gedachten, hoe meer negativiteit, dat is allen komt versmachen. Dus zijn we ongelukkig en omdat we liever lachen, kopen we producten waarvan dat de functie niet is snappen. Uw systeem is ziek alsof willen zijn terminale naken. Apparaatje van die normen zo hinderpalen wordt verzot verklaard. En dat normaal, maar is normaal van mee te draaien. Er is systeem om op lefaan. Er is door nog eens gaan weggemaakt erover. Geen overal corrupt gedrag en foefoen voor te overleven. Maar dat is normaal toch? Ja, dat is normaal. Jullie leven niet in anderen zeg gekend. Maar als je goed bijs is radicaal verkeerd aan het lopen. De wereld gaat volledig naar de knoppen. Ja, ik zag hen in de raam zeven. Maar ik ga niet stoppen voordat ik weet. Dank de meeste geprobeerd en het tegenwicht te bieden tegen al de leugens aan anderen neerpen. Maar in de tiny count is algemeen geweten. Wat dat er nu fout aan het lopen is, wat niet loopt nog zeker. Iedereen is hem bewust van het gevang wat aan mijn ei zit. Want dat zijn er maar weinig in dat werkelijk mee ei zit. Uw systeem is mij zonderen, net zo fake als wat. Als u niet kunt geloven in politiek en uw leiderschap. Want iedereen met wat gezond verstand sowieso voelt dat er massa's open stront aan de knikker hangt. Hij kunt niet langer dragen. Ze kijkt om de speciaal dat abnormaal. Omdat ik geen plekken vind voor min in het verhaal. Het is oké, want liever buitenstaander dan verwant aan de verschrikkelijke plekken waar dat we zijn ambulant al façades. Hoe komt het toch dat iedereen erin trapt? Ze weten wat het fout gaat, maar weinig in de impact begrip. We worden slaafs gemaakt aan de regering en bedrijven door georganiseerde privatisering. Dus onderwijs is juist een gebrok indoctrinage. Sociaal leven zorgt niet meer voor juiste associaties. We voeden is met spam, façades en met bullshit. Dit verspilling al om mijn nek van ons is onder doelwit. Big Brother is aan het loeren, een meester is een functie. Niet veel langer mee hebben, zitten in het verhaal van Aldous Huxley. Volledige controle in privacy te bespeuren. Juiste nog comfort van de routine en een slaafse sleur. Iedereen pakt zomaar, maar het wordt anders genoemd. Onder andere de sociale media die is verdomd. Maar we gaan er alleen mee, totdat we eraan vast hangen. En als je hoop het enigste is, wat dat we nog aan vastklampen. Façades.